Suriname heeft gisteren een partij van 10.000 doses moderne vaccins ontvangen van Nederland. De geleverde vaccins zijn onderdeel van het steunpakket dat Nederland aan Suriname geeft in de strijd tegen COVID-19. Het moderne vaccin ten behoeve van specifieke doelgroepen gebruikt zal worden, met zwangere vrouwen als voornaamste groep. Het vaccin is uitgebreid beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen CBG. Directeur van Volksgezondheid Rakesh Gayadar Shukul benadrukt dat de medische vakgroep gynaecologie adviseert om zoveel mogelijk zwangere vrouwen te vaccineren. Vooral zij die boven de 30 jaar zijn en ook zij die een risicofactor hebben. Er wordt door medisch deskundigen overal in de wereld geadviseerd om een mRNA-vaccin te gebruiken voor zwangere vrouwen. Het Moderna-vaccin behoort tot deze categorie. De directeur van Volksgezondheid benadrukt dat er voldoende AstraZeneca en Sinopharm-vaccins zijn voor de gehele populatie. Elk vaccin dat goedgekeurd is door de Wereldgezondheidsorganisatie is goed. Aldus een persbericht van de Communicatiedienst Suriname.